Goedemorgen gemeente. Van harte welkom hier in de Terpkerke op zondag 31 oktober. Ook een hartelijk welkom voor de gasten in ons midden en voor hen die deze dienst thuis volgen op een later tijdstip. Voorganger in deze dienst is dominee Gietje Martens uit Bontebok. We zijn fijn dat u vandaag weer aanwezig kunt zijn. Onze organist is Hendrik Oosterhof. Het is vandaag Bijbelzondag en er is weer JKC. Namens de kerkenraad zijn er de volgende mededelingen. Volgens mij zijn er geen kinderen. Nee, anders lagen de boekjes achterin. Aanstaande woensdag 3 november is het dankdag voor gewas en arbeid. Er is dan een dienst om 19:30 in deze kerk en mevrouw De Vries uit Ureterp hoopt dan voor te gaan. Volgende week zondag 7 november is er om 9:30 weer een dienst in de Terpkerke. Voorganger is dan dominee Van den Brug uit Heerenveen. De eerste collecte van vandaag is voor diaconie en de tweede collecte is bestemd voor Nederlands Bijbelgenootschap en zal na afloop van de dienst bij het uitgaan worden gehouden. De bloemengroet van deze dienst gaat naar Hendrik Oosterhof en zijn familie. Na de dienst zullen wij Hendrik deze bloemen overhandigen. Na de dienst staat er koffie en thee klaar in de lanterne. De kerkenraad wenst ons allen een goede en gezegende dienst toe. Wij beginnen de dienst met het staande zingen van lied 280, de coupletten 1 tot en met 6. We zijn een ogenblik stil voor de Heer onze God.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid, en die niet loslaat wat zijn hand eens begon. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. Het woord voor deze zondag komt uit 1 Korinthe 14, vers 10. En daar staat, er zijn ik weet niet hoeveel talen in de wereld, en iedereen heeft zijn eigen taal. Als ik de taal die iemand tot mij spreekt niet ken, blijven we vreemdelingen voor elkaar. Laten we samen bidden. Heer onze God, u hoort het woordloos zuchten van uw schepping, het opgejaagde leven, de haatzaaiende taal, het grove geweld. En u ziet het verborgen verdriet en de stille verbittering en het knechten van wat klein en gering groeit en bloeit en ademt. Ja, Heer, u ziet de mensen die daaraan lijden en u kent hun namen en draagt hen in uw hart. Weet dan, Heer, ook van ons, hoe moe we soms zijn, hoe opgejaagd, verdrietig, hoe het ons soms bang te moede is en we twijfelen aan wat altijd van u gezegd is. Hoe de moed en de kracht ons ontbreekt om op te staan, om te keren, om te verstaan, om te spreken en te doen. Dan bidden wij vanmorgen, ach Heer, laat toch niet varen wat uw hand eens begon, maar ontferm u over ons en over onze wereld. Amen. Het is vandaag Bijbelzondag en op deze Bijbelzondag staat de nieuwe Bijbelvertaling die net is uitgekomen centraal. We willen dan ook in deze dienst uit die Bijbel gaan lezen en een van de gedeelten waaraan je kunt horen dat er behoorlijk wat veranderingen zijn aangebracht, dat is de wet uit Exodus 20 en we lezen dus vanmorgen Exodus 20 vers 1 tot 17 en dat zal gelezen worden, ik meende door Minke. Ja. Exodus 20, vers 1 tot 17. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel er niet voor neer,
en vereer ze niet. Want ik, de Heer, uw God, duld geen ontrouw. Als ouders mij haten en zondigen, roep ik hun kinderen daarvoor ter verantwoording, tot in het derde en vierde geslacht. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik mijn trouw tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere als een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten. Maar de 7e dag is de Sabbat, die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft, en op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en geheiligd. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan zult u lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord. Pleeg geen overspel. Steel niet. Leg over een ander geen vals getuigenis af. Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. We willen samen gaan zingen lied 319 en daarvan vers 1, 5 en 7. En tijdens het naspel van dit lied kunnen de jongeren naar de lanterne gaan. Dus 319 en in het naspel dan vertrekken de jongeren naar hiernaast. Het is wel makkelijk als ze allemaal boven zitten, dan hebben we ook geen gestommel in de kerk. Ja.
Laten we samen bidden. Heer onze God, dat wij de woorden verstaan, gesproken of gezongen, de woorden die Gij tot ons spreekt en alles wat wij elkaar te verstaan geven. Ja, Heer, dat bidden wij U vanmorgen, nu wij U en elkaar ontmoeten rondom Uw woord. Dat wij Uw boodschap en Uw opdracht ontdekken. Want U hebt ons immers geschapen als een tegenover voor U en voor elkaar. Om U te loven, om elkaar te behoeden en te bewaren. Om op weg te gaan naar Uw land van vrede en belofte. Breng ons dat vanmorgen in herinnering, Heer. Want dat hebben we nodig. Want zo gaandeweg verstaan wij elkaar maar slecht. En zien we in elkaar vaak eerder een vijand, een onbekende, dan een broeder of zuster. Ja, Heer. Wij wantrouwen eerder dan dat wij in vertrouwen durven leven. Daarom vragen wij U, laat toch Hij, die ons als broeder gegeven is, Jezus uw Zoon, op onze levensweg, onze gids en onze herder zijn. Amen. Voordat er ook maar sprake was van corona, heb ik in mijn gemeente ook over het komende Bijbelgedeelte een preek gehouden. En toen heb ik als voorbereiding met de gemeente een spelletje gedaan. En ja, dat kan dus vandaag niet, want we zijn nog niet na corona. We zitten er eigenlijk gewoon nog middenin. Dus u zit mooi op afstand en dat houden wij ook zo. U heeft misschien wel een idee, of misschien ook helemaal niet, dat weet ik niet, wat voor spelletje dat kan zijn. Het gaat vandaag over verstaan, over het verstaan van God en het verstaan van elkaar. Dat had u misschien aan de liederen ook al een beetje kunnen ontdekken. Dat spelletje, dat ging dan als volgt. Er waren een aantal briefjes met een zin. En dan kreeg de eerste in de bank die zin. En die moest dan die zin doorfluisteren naar de ander. En op een gegeven moment, na een stuk of zes mensen, dan moest dat luid op worden gezegd. En dan sta je er versteld van wat er uitkomt. Want dat is dan heel vaak niet meer de zin die aan het begin is gegeven. Dus ja, je verstaat elkaar niet of niet goed. En, nou, en wat je verstaat, daar maak je dan maar wat van. En uiteindelijk komt er dus heel iets anders uit. Ja, dat was eigenlijk de clue van het spelletje. Nou, dat kunnen we dus vanmorgen niet doen. Ik dacht, nou ja, het is ook Bijbelzondag. Dus misschien kan ik een aantal Bijbelvertalingen, één vers in een aantal Bijbelvertalingen aan u voorlezen. En misschien hoort u daarin ook al hoe in de loop van de jaren de boodschap anders verwoord wordt. Dat is wel weer wat anders, maar toch, het heeft er wel mee te maken. Ik hoop dat het verschil u opvalt. Ik neem even het eerste vers van het Bijbelgedeelte wat we straks gaan lezen. Daar staat in de allernieuwste vertaling: ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Dan hadden we daarvoor de Bijbel in gewone taal. Heel lang geleden sprak iedereen op aarde dezelfde taal. Daarvoor kwam er de herziene Statenvertaling. En die zegt: heel de aarde had één taal en eendere woorden. Dan de Bijbelvertaling die we misschien nog allemaal het allerbeste kennen. Dat is die van 1953, de NBG.
De gehele aarde nu was één van taal en één van spraak. En toen dacht ik, nou, ik doe het Fries er ook nog maar even bij. Dat is een beetje een risico. Maar daar staat, alle mensen hien één taal en broekten dezelfde woorden. Nou, komt er ook nog goed uit, dus dat scheelt. U merkt wel, daar zit best wel verschil in, terwijl toch de boodschap hetzelfde is. En de ene vertaling ligt u misschien meer dan de andere. Hè? Ik heb ze net al gezegd, wij zijn volgens mij bijna allemaal opgegroeid met de MBG-vertaling van 1953. Die hebben we een hele tijd gehad, dus dat zit ons nog heel goed in het geheugen. Maar er waren mensen die heel blij waren, bijvoorbeeld met de Grootnieuwsbijbel of later met die Bijbel in gewone taal, omdat er toen gewoon schriftgedeelten voor hen opengingen die in die NBG van 53 gewoon te moeilijk bleven. En die dacht, ja, wat staat er nou toch eigenlijk? En die Bijbel in gewone taal, die bracht de boodschap veel dichter bij mensen. Nou, datzelfde wil natuurlijk die nieuwe Bijbelvertaling ook doen. Hè? Die nieuwe Bijbelvertaling hoopt ook dat veel meer mensen die Bijbel gaan lezen, snappen wat er staat, verstaan wat er staat en daar ook in hun leven gebruik van maken. Nou, verstaan, dat is best wel moeilijk. Verstaan, ja, dat kan je met je oren doen. Hè? Dat heeft te maken met horen. Als je niet goed hoort, ja, kun je ook niet goed verstaan. Soms is het heel makkelijk als je niet verstaat, dan kun je iets negeren, maar over het algemeen is het heel moeilijk. Als je iemand niet verstaat, dan voel je je daar niet goed onder. En bovendien kan het ook nog wel eens zorgen voor onbegrip of voor de situaties die je niet had gewild. Ja, verstaan heeft ook te maken met iets anders, met bijvoorbeeld je achtergrond. Het kan afhankelijk zijn van je opvoeding, van de scholing, van de plek waar je groot wordt. En soms spreken mensen ook gewoon een andere taal. Dat is in onze provincie heel duidelijk. Er zijn mensen die spreken gewoon Fries en een ander Nederlands. En als je het Fries niet beheerst, dan versta je er niks van. Zo is het nog een keer. Ja. Ook de leeftijd, hè, zegt iets over de woorden die je gebruikt. Hè. Geef Fries of algemeen beschaafd Nederlands spreken, dat is voor heel veel oudere mensen nog heel erg belangrijk, terwijl heel veel jongeren daar eigenlijk helemaal niet zoveel om geven. En ik moet zeggen, zo nu en dan hoor je op de televisie straattaal en dan denk ik, waar hebben ze het over? Nou, daar snap ik dus helemaal niks van. Ik denk u ook niet. Nou, zo kun je dus elkaar niet verstaan. In mijn gemeente waren er mensen waar ik bijvoorbeeld alleen maar uit de Statenvertaling mocht voorlezen. Want ja, daar waren ze mee opgegroeid en alle andere vertalingen, nee, daar moesten ze niet zoveel mee hebben. Maar er waren dus ook mensen die heel blij waren met die Bijbel in gewone taal. Hè, kunnen we eindelijk gewoon lezen in onze eigen taal wat er staat. Dat even ter introductie op waar het vanmorgen over gaat. Die nieuwe Bijbelvertaling, dat is een prachtige vertaling. Ja, voor een heel groot deel hetzelfde als de eerdere vertaling. Maar toen die kwam, toen waren er heel veel mensen niet zo heel erg tevreden over sommige teksten, sommige Bijbelgedeelten. Hè, er waren heel veel opmerkingen, kritische opmerkingen over die vertaling. En die hebben ze geprobeerd om allemaal te verwerken in deze nieuwe Bijbelvertaling. Dus ja, daar heb ik echt wel. Dat denk ik, dat zou heel mooi moeten zijn nu. Ik heb hem nog niet gelezen. Ja, dat doe je niet zo 1, 2, 3, hè, de hele Bijbel lezen. Maar ik hoop wel dat, dat ze een hele hoop veranderingen hebben doorgevoerd, waar heel veel mensen eigenlijk een beetje over vielen in de eerdere vertaling. Nou, die Bijbel die openen we vanmorgen. We hebben het al uitgelezen uit Exodus 20. En vanmorgen lezen we dus met elkaar Genesis 11, vers 1 tot en met 9.
De toren van Babel. Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte en daar vestigden ze zich. Ze zeiden tegen elkaar: laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur. De kleiblokken gebruikten ze als stenen en aardpek als specie. Ze zeiden: laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Zo vestigen we onze naam en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Dit is één volk en ze spreken allemaal één en dezelfde taal, zei de Heer. En wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten wij naar hen toe gaan en verwarring brengen in hun taal, zodat ze elkaar niet meer verstaan. De Heer verspreidde hen vandaar over de hele aarde en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de Heer verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd. En vandaar verspreidde hij de mensen over de hele aarde. We zingen lied 991, vers 1, 2, 4 en 6. Als je lied 991 zingt, dan denk je, ja, dat is mooi. Maar zo gaat het er niet altijd aan toe in onze wereld. Nee, en daar spreekt Genesis 11 ook van. Het was eigenlijk heel leuk geweest om vanmorgen met elkaar in gesprek te gaan, want daar leent zich deze tekst en dit verhaal heel goed voor. Maar ja, ook dat kan niet, dus dat houden we te goed, doen we een andere keer. Maar ik wil u wel twee vragen meegeven. Misschien kunt u daar, niet onder de preek, maar misschien thuis
of zo nog eens even over nadenken. Dat u nog eens even terugdenkt aan dat gedeelte uit Genesis 11. En dan vraagt, ja, er is sprake van een toren in de hemel. En dat verstaan we heel vaak letterlijk. Als je schilderijen ziet, dan is het ook heel vaak een hele hoge toren die onaf is. Die toren van Babel. Maar de vraag is eigenlijk, zijn er vandaag nog torens die tot in de hemel reiken? En wat zijn die torens dan? En de tweede vraag die ik u graag wil meegeven, dat is dat in onze wereld heel veel verschillende talen worden gesproken. Wij spreken er in ieder geval één, want u kunt mij verstaan. Dus Nederlands is in ieder geval onze taal. En waarschijnlijk spreekt u ook nog wel Fries en misschien nog wel iets meer. Maar er zijn heel veel mensen op deze wereld die wij gewoonweg niet kunnen verstaan. En de vraag is dan, is dat de enige spraakverwarring in onze wereld? Want wat is de reden dat wij mensen elkaar niet verstaan? En dan in het verlengde van die vraag, is er dan een taal die iedereen kan spreken? Nou, ik zou heel graag willen dat u daar straks thuis of morgen of wanneer dan ook eens even over nadenkt naar aanleiding van deze kerkdienst. Willen we eerst met elkaar zingen? Lied 791, vers 1, 2, 3, 4, 5 en 6.
gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ja, en dan dat verhaal, dat Bijbelse verhaal van de toren van Babel. Oeroud, overbekend. En net als alle andere verhalen uit Genesis, staat het aan het begin van de Bijbel als een van de verhalen die antwoord geven op de grote vragen van het leven. Het laat ons weten waarom er zoveel volken en zoveel verschillende talen zijn. Maar het gaat ook over de menselijke fascinatie om te bouwen, om de hoogte in te gaan, om de hemel te bedwingen. Het gaat ook over alle mensen en alle menselijk streven om beroemd te worden, of zoals het er letterlijk staat, zich een naam te maken. Die mens van Genesis 11, ach nee, het is geen andere mens dan die wij zijn. Een mens die zelf het heft in handen neemt. Een mens die plannen maakt en die zich wil laten gelden. Laten wij een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt, wordt er gezegd. En we weten hoe dat afloopt. Een jammerlijke mislukking, het falen ten top, verwarring en onbegrip. En toch, ja toch heeft dat de mens van alle tijden er niet van weerhouden om op gezette momenten in de geschiedenis eenzelfde soort poging te wagen. Letterlijk door te bouwen met stenen, maar ook anders. Door zichzelf tot maat te maken van alle dingen. Een tijdje geleden, nog voor de corona, waren wij in Beauvais in Frankrijk. En daar staat een kathedraal met een hele vreemde vorm. Bedoeld om de grootste te worden van heel Frankrijk. Een bouwwerk bijna tot in de hemel. Maar het mislukte jammerlijk. Tijdens de bouw stortte de toren in. En ook bij het bouwen aan het schip van de kerk ging het mis. En het werd dan wel de hoogste, maar niet de grootste kathedraal. Nee, ook toen liep het menselijk streven spaak. En het prachtige plan viel in duigen. Een toren tot in de hemel. We blijven het steeds uit alle macht proberen. De mens als de alles bepalende kracht in de wereld. Bijna goddelijk. Ja, een oeroud verhaal, Genesis 11. Maar we kunnen er nog steeds veel van leren. Een toren tot in de hemel. Ach, wat is dat nou anders dan the sky as the limit. Wolkenkrabbers, ego's, wetenschap als afgod en de mens als maat van alle dingen. En in Genesis merken we dan dat dat niet aan God voorbij gaat. Dat wat er allemaal op die aarde gebeurt. Hoe de overleggingen van mensen zijn. Wat hun intentie is bij de dingen die ze doen. En hij ziet het allemaal aan en hij laat het niet gebeuren. En de auteur van dat boek Genesis vertelt ons dat, overigens met de nodige humor. En hij zegt tegen ons, kijk, toen daalde de Heer neer om te kijken naar die stad en die toren.
Ja, God moet helemaal vanuit de hemel naar beneden afdalen, want hoe druk die mensen zich ook maakten om die hoge toren te bouwen tot in de hemel, hoe hoog die toren ook al was en hoe groot hun plannen ook waren, God kon het vanuit de hemel niet goed zien, over perspectief gesproken. God zag de mensen hun krachten bundelen. Ze waren één van wil en ze wilden samen machtig en sterk worden. Ze wilden samen een naam maken, de hemel bestormen. En God zag hen hun menselijke grenzen overstijgen. Opnieuw zag God dat deze mensen niets wilden weten van een grens. De grens die God aan hun mens zijn had gesteld. Adam en Eva, ze waren al eerder die grens van God overgegaan door tegen zijn wil van de vruchten te nemen van die ene boom waarvan dat nou net verboden was. En de mens uit Genesis 6, ach, die had zich niets meer aangetrokken immers van God en die leefde erop los. En nu, weer zoveel later, ziet God een heel volk streven naar macht die niet aan hen is. Macht en eer, roem en veiligheid voor zichzelf, een sterke stad, dat is wat de mensen zochten, de toegang tot de hemel, opklimmen tot God. Maar als je dat leest, dan vraag je je af, hoe zit dat dan? Met die opdracht van God, die hij aan Adam en zijn vrouw gaf, om zich over de aarde te verspreiden, om die aarde te vullen en te bewerken en te bewaren. Hoe zit dat dan met dat menselijke deel van dat verbond dat gesloten werd tussen God en Adam en Eva, toen zij uit de tuin verdreven de aarde gingen bewonen? Het is vergeten. Het is volkomen uit beeld. Niets van dat alles gebeurt hier in Genesis 11. Niet het verspreiden, niet het bewerken en bewaren. Nee, integendeel, mensen drommen samen en ze zijn naar binnen gericht en ze zoeken sterkte in elkaar en in hun eigen kunnen. Wij leggen deze geschiedenis meestal uit als straf op de hoogmoed van mensen. En wij zeggen dan dat Genesis 11 een God laat zien die de mens met zijn torenhoge ambities en hemelbestorming zijn plaats wijst. Maar Gods antwoord van taalverwarring en de daarmee verbonden verspreiding van mensen kan je ook een beetje anders zien, in een meer positieve betekenis. Het kan namelijk ook een heilzame verwarring zijn, richtingwijzend aan mensen en aan hun ambities. Een correctie van wat er anders falikant mis zou zijn gegaan. Nee, we begrijpen Genesis verkeerd als we het zo verstaan dat wij geen steden mogen bouwen om in te wonen. O ja, en zelfs een toren kan er nog best mee door. En kathedralen mogen gebouwd worden, hoe hoog ook, juist omdat ze teken zijn van de grootheid van God. Maar wat verkeerd, wat ontoelaatbaar is in Genesis 11, dat is nou juist de intentie waarmee het gebeurt. Want dan zullen wij niet verspreid worden over de aarde. Naast de hoogmoed, onbegrensd is ons kunnen, is er ook de angst. De angst om de controle te verliezen. De onzekerheid. Angst die hen bij elkaar laat blijven. Immers als je alleen bent, dan ben je minder sterk. Dan ben je minder slim en dan kun je ook veel minder. Hoogmoed en angst.
Nee, dat is niet alleen maar van vroeger. Dat kom je vandaag ook tegen. Want wordt de wereld niet beheerst door veel, meer en meest? Door sterker, sterkst, groot, groter, grootst. In kunnen, in macht en in aanzien. Herkennen we iets van die angst en die onzekerheid? We komen het tegen in het eigen volk eerst. In de dichte grenzen voor de vluchtelingen. De nationalistische partijen. Het gehamer op veiligheid. Herkennen we het in de wapens en de oorlogen. Het stigmatiseren van wie anders is. Het uitsluiten en het discrimineren. Hoogmoed en angst. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. De medaille van het ik. Aan de ene kant wordt het ego opgeblazen. Kijk eens wat we allemaal kunnen. En aan de andere kant zoeken we sterkte en veiligheid in samenscholing en eigen kringen. Nee, het is vandaag niet zoveel anders dan op die vlakte van Sinear. Daar bouwde men niet op God, niet op zijn beloften. Liet men zich niet leiden door zijn woorden. Daar vertrouwden ze niet op God, maar op de eigen kracht en een sterke stad. En dat God hen vanuit de hemel zou kunnen bereiken, dat kwam niet eens in hen op. Ze wilden zelf opklimmen tot de hemel, zodat ze die en God binnen handbereik zouden hebben. En daarom zag het leven er heel anders uit dan God had bedoeld. Veiligheid, zekerheid voor zichzelf. Niet de wereld intrekken, achter eigen muren blijven, niet de aarde vullen, niet bewerken en bewaren, maar heersen. Niet God aan het woord laten komen, maar de hemel bestormen. Niet Gods naam vestigen op deze aarde, maar voor zichzelf een naam maken. Nee, ze wilden in hun eigen veilige comfortzone blijven. Niet Gods opdracht vervullen. Ze wilden zelf de grens stellen en niet aan een grens herinnerd worden. En merkt u dan hoe dicht die torenbouwers van Babel bij ons komen? Welke vragen hun gedrag bij ons moet oproepen? Want er was een vruchtbare vlakte, een vruchtbare vallei, Sinear. Eten en drinken genoeg. Een sterke stad en veilige muren. Een toren waar je trots op kunt zijn. Wat heb je nog meer nodig? Dat klinkt vandaag zo. Mijn leven is goed gevuld. Ik heb van alles opgebouwd. Ik heb wat ik nodig heb. Mijn huis, mijn gezin, mijn waardering, mijn mogelijkheden. Wat wil ik nog meer? En dat naar binnen kijken, dat werd die bouwers van Babel fataal. Want dat is niet wat God bedoelt. In hun beleving is er geen plaats voor God. In ieder geval niet de plaats die hem toekomt. Geen oog en geen hart voor de wereld om hen heen. En Gods opdracht luidde toch zo anders. Verspreiden, talrijk worden, bewerken, bewaren. En vooral in die twee laatste begrippen klinkt de verantwoordelijkheid door. Verantwoordelijkheid voor anderen en voor God. Wat God wil, dat is dat wij
niet naar binnen kijken, maar dat we naar de verte zien. Dat we ver zien, voorbij onszelf. En dat we dan die ander zien en de wereld om ons heen en wat er allemaal in gebeurt. En dat we niet blijven zitten waar we zitten, maar dat we in beweging komen ten behoeve van hem en van zijn schepping. Ten behoeve van die ander en van elkaar en de geringsten. En God wil dat wij onze bouwplannen aanpassen aan die van hem. Aan zijn plan met ons en onze wereld. En heel veel later noemt Jezus dat hem volgen. En daarin klinkt mee dat we stappen nemen. Dat we het onbekende tegemoet durven gaan. Dat we zekerheden durven opgeven. Dat we durven loslaten en boven alles durven vertrouwen. Op een God die ons heus wel ziet vanuit de hemel. En die nabij is. Een God die niet van ons vraagt en dat ook heel duidelijk laat weten. Dat wij opklimmen naar de hemel. Dat wij torens gaan bouwen, maar die zelf afdaalt naar onze wereld en naar ons toekomt. Een God die misschien wel hoog zit, maar die heel laag kan zien naar wat ons beweegt. Een God die van ons niet een bovenmenselijke inspanning vraagt, maar die misschien zelf wel heel ongoddelijk zich inspant om bij mensen te zijn. Een God die in onze wereld kwam om ons leven met alle kwetsbaarheid, met alle onzekerheid, alle schade en alle schuld te dragen. En wij hoeven dus geen enorme toren te maken van ons leven. We hoeven de hemel niet te bestormen, onze naam niet te vestigen op aarde, niet voorop te gaan. Wat wij te doen hebben, dat is leven volgens Gods opdracht van het begin. Gods naam op aarde groot maken. Door wat we zeggen en door wat we doen. Met andere woorden, volgen. Diegene volgen die ons Gods weg van heel dichtbij heeft duidelijk gemaakt, Jezus Christus. En God wil dat wij gaan waar hij ging. Op weg naar de ander, de naaste. Op weg naar God. En ja, dan valt er voor ons nog heel wat te bouwen. Niet aan muren en niet aan torens en niet aan een ommuurde stad, maar aan liefde, aan gerechtigheid en aan vrede. En al onze inspanningen daaraan zullen door God worden gezien. Amen. We zingen lied 981, de versen 1 en 2.
Laten we samen bidden en danken. Heer onze God, eerlijk is eerlijk. Wij zijn vaak niet zo goed in luisteren en ook niet in het verstaan. We spreken liever zelf en we doen het liefst dat wat we zelf goed vinden. We bouwen muren en torens en we denken u naar ons toe te halen, terwijl we alleen maar minder zicht op u krijgen en ook elkaar uit het oog verliezen. Zo hebt u het niet bedoeld. En daarom bidden wij vanmorgen, doe toch ons uw stem verstaan. Geef ons opnieuw het zicht op u en op uw opdracht aan ons. En open onze ogen voor elkaar en voor de mensen die op onze weg geplaatst worden. Ja, Heer, dank u wel dat uw stem er is en dat wij ze kunnen horen. En dat die stem van u niet ophoudt om ons te roepen. En dank u wel dat u ons ziet, dat uw oog steeds op ons is. Niet om ons te controleren, maar om bij ons te zijn. Om te zien naar wat wij nodig hebben. Dank u wel, Heer, dat het ons ook steeds opnieuw gezegd mag worden in uw naam, dat uw liefde groot is, dat die naar ons uitgaat en dat uw trouw zonder einde is, ook voor kleingelovige en hardleerse mensen. Vanwege wie u bent en vanwege uw liefde en uw trouw bidden wij voor onszelf en voor elkaar en voor alle mensen op deze wereld. Houd ons vast, Heer. Doe ons uw nabijheid ervaren. Wees er wanneer we verdrietig zijn of verslagen, in het licht en in het donker van ons leven, als we zoeken en als we niet verstaan. Wees er op onze weg, als een licht voor ons uit, als een stem die ons roept. Dat vragen wij in naam van Jezus, onze Heer. Amen. Dan willen we nu ons slotlied zingen. Dat is vanmorgen lied 418. En daarvan zingen we vers 1, 2 en 3.
God geeft ons zijn zegen mee voor vandaag, voor morgen en voor alle dagen die komen. Dat God u in zijn hoede houdt, u kent en uw naam bewaart. Dat Hij uw weg verlichten mag, het licht van zijn liefde over u laat schijnen. Dat Hij u tot rust laat komen en zijn vrede geeft. Daartoe zegenen en bewaren u God onze Vader.